Jullie weten hoe ik denk over waterlevels, toch? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij in de Valley of Repose gegaan, hebben we daar alles eigenlijk gedaan. Hebben de LPV-item gevonden, wat ervoor zorgt dat dungeons wat brighter worden. En hebben we meer afgesproken dat we terug gaan naar de Perplexing Pool. Dan hebben we hier nog 2 caves en ook nog eens 7 treasures bovengronds te vinden. En ja, jullie weten dat ik over waterlevels denk en bij Pikmin is dat eigenlijk heel erg anders. Nou ja, eigenlijk bijna hetzelfde, maar ja. Strategieën vinden hier in deze plek is nogal een beetje lastig. Hoe dat je dit het snelste aan wil pakken. Dus wat ik in gedachten heb, is dat we zoveel mogelijk blauwtjes gaan pakken om zoveel mogelijk weather. Tuurlijk, het weer van de Pikmin. Om zoveel mogelijk waterhazards alvast aan de kant te gooien. Dus ik denk dat ik met 50 blauwe best wel ver een behoorlijk end kan komen. Dan wil ik ook even een paar gele hebben, omdat er zijn ook nog wat stroomhekken waar we dus aan moeten werken. Dus ik denk dat ik daar 30 van neem. En dat we toch een soort van bovengrondse attack squad hebben, dat ik 20 paarse met me meeneem. Mochten we nog andere nodig hebben, dan kunnen we daar natuurlijk er gelijk mee beginnen. Nogmaals, het is ook een reference naar het waterlevel van Pikmin 1, aangezien dat heel veel gelijke dingen bij zitten. We zien daar al gelijk een nieuwe vijand die we alleen maar kunnen aanvallen met water. Jullie zijn alweer gerespawned. Jammer, ik heb paarse Pikmin opgezoderd. Haal gebruik. Ik moet mij hier houden. Ik heb zo'n zin. Ik heb zo'n ook niet in dit. Oké, nou even jullie even aan de kant. Dus het eerste is eventjes om ervoor te zorgen dat we veilig en wel onze Pikmin, zeg maar, kunnen veiligstellen. En nou kan ik, geloof ik, ook gelijk beginnen met 1 treasure al te pakken, aangezien dat we heel veel gele bij ons hebben. Die dingen die boeien me niet zoveel. Dat item daarboven. Ik wil bij potions genoeg. Er kunnen alleen maar gele Pikmin toegegooid worden. En volgens mij doe ik het hier hartstikke verkeerd. Want dat zijn jullie wel gewend van mij, dat ik het helemaal verkeerd doe. Niet te ver uitzoomen, hè. Een beetje. Hoe deed je dit ook alweer? Ik weet dat je daar de Pikmin. Ik doe het dadelijk heel eventjes met sorteren van de Pikmin bij elkaar. Even kijken. We hebben 2 kapiteinen. We hebben de president. En nee, blauwtjes. Jullie gaan gewoon mee met Olimar. We gaan eerst even beginnen met deze duty hier. Het is dezelfde puzzel. Deze moet bekend voorkomen als in Pikmin 1 waar we hem hebben gezien. Wil je een paar blauwe Pikmin opgooien of gele Pikmin, wat jij zelf het fijnste vindt. Ik ga liever voor de blauwe Pikmin, aangezien dat andere kleuren Pikmin nogal een probleem hier kunnen geven. En zoals jullie kunnen zien, lijkt het heel erg veel op een shipart die we dus eigenlijk eerder deden. En waarom... Oh, ik dacht dat daar een treasure zou liggen. Jullie kunnen even aan die brug werken. Dan kunnen we daar dadelijk gele Pikmin naartoe brengen. En dan komen we hier bij een nieuwe vijand. Deze die vindt het nogal leuk om je Pikmin, zeg maar, op te snoepen via een bepaalde aanval. Dus wat je wilt doen is je wil blauwe Pikmin op zijn bloem gooien. Oké. Dat is een beetje de manier waarop dat je hem wil aanvallen. Niet zo'n moeilijke vijand. Eigenlijk best wel heel makkelijk om hem aan te vallen. Aangezien dat deze vijand nog niet eens zo snel is. Hij kan Pikmin van tevoren kan hij opsnoepen. Dan wil je er zeker voor uitkijken. Maar hij is heel erg makkelijk te verslaan. Hier, we hebben hem al verslagen omdat we eigenlijk iets van moeite voor hebben moeten doen. Oké, nou de eerste... En hij had een treasure in zich. Ook nog handig. Oké. En dan vraag ik mij af, was hier niet dat je hier ergens eigenlijk het water weg kon halen? Huh? We hebben hier Wallywalks. Ik haat Wallywalks. Yellow Wallywalks om precies te zijn. Houdoe. Oké, dan gooi je eventjes daar wat Pikmin op. En, oh boy. Heeft hij in het overleefd? Wat een troeper! Oké, nou dan ga jij ook even aan de kant. Kom eens hier. Oh, daar trappen wij niet in. Oké, gooi weer even. Oh nee, dit gaat fout. Terug! Oké, dat is de eerste blauwe die we kwijt zijn geraakt aan de stomme Wallywalk. Ik haat Wallywalks. Oké, nou dan gaan we even jou eventjes even aan de kant. Oké, gewoon wachten. Gewoon niet fluiten, want anders fluit je ze namelijk aan de onderkant. Oké, nou we hebben genoeg blauwe, maar aangezien dat we toch 1 blauwe Pikmin kwijt zijn geraakt, wil ik toch heel eventjes deze dingen mee terugnemen naar basis. En hier hebben we dus gele nodig. En daar komt dus eigenlijk ons gele team voor aan de pas. Nou, ondertussen weet ik niet even wat we met onze blauwe kunnen doen.
willen jullie niet onder de brug gaan, daar heb ik een slecht gevoel over. Dus ik ga heel eventjes naar onze andere kapitein. En dan ga ik heel eventjes kijken hoe dat we dat ding daar naar boven te pakken konden krijgen. Want volgens mij moest je daar toch echt bovenop staan. En ik kan me natuurlijk gruwelijk vergissen wat ik heel erg vaak doe. We hebben 30 gele bij ons, dus op zich. Ik moet gewoon hier staan. Dat kan ook. Nee, dat haal je zo niet. We moeten gewoon tussendoor lopen en dan kom je hier boven terecht. Doei! Oké, nou, als je dan je gele Pikmin erop gooit, dan zul je dus zeg maar zien dat ze hem automatisch daar oppakken. Hebben ze hem? Ja, daar hebben we tegen... Oh, kijk eens, de hele squad komt er al bij. Mooi. Dan gaan we de andere 15 die we nog bij ons hebben. Die gaan we heel eventjes gebruiken alvast voor het ene gele hek waar we nou dus vrij hebben gespeeld. En ondertussen hebben we hier ook nog een treasure liggen trouwens. Jullie nemen dat mee. Jullie nemen dat mee. Jullie nemen dat mee. Ja, even dus een beetje bezig houden, hè. Maakt niet uit dat het allemaal naar blauw gaat. Blauw hebben we toch heel erg veel nodig. Dus, en het ligt toch in het water. Dus neem het allemaal maar mee. Goed. De paarse die staan nog heel eventjes nog te niksen. Dat is op zich nog geen probleem. En jullie gaan eventjes mee naar die gate. Dan kunnen we daar heel eventjes die gate openen. Oh boy. Dat is niet slim. Dit is niet slim. Die moet je namelijk via de andere manier openen. Oh. En dan maak ik dat we die gele kwijt gaan raken. Want er is echt geen manier om ze op het droge te krijgen. Oh boy. Jongens? Jongens! Nee, niet gelukt. Ah, 3, 4. 4 gele kwijt. Oh, dat doet pijn. Oké, nou, hoe dat je ze dus hier zeg maar naar boven wil krijgen, dat is op dezelfde manier als dat je die blauwe hebt gedaan. Mijn fout, nogmaals mijn excuses. Ah, ondertussen is de eerste treasure al aangekomen en ik wil dadelijk toch sowieso die versterking eventjes gaan brengen. Ach, dit is zo'n tol waar we... Aquatic Mine. Nee, dat is een tol. Nee, of een dobber. Dat kan natuurlijk ook. Gewoon een dobber. Voor het vissen. Oké, nou die muur die zou ons wel eventjes beschermen tegen de waterhazard. Ondertussen hebben we weer genoeg Pikmin gehaald. En ik baal ervan dat we nou weer 4 Pikmin kwijt zijn geraakt aan het verdrinken van. Dus we hebben maar 11 gele op het moment bij ons. Heel voorzichtig tot ze daar niet het water invallen. Dit water kunnen we namelijk zorgen dat het water weggaat. Dat is alleen maar gunstig. Dus wij wachten. We gaan alvast daar gaan beginnen. Dan gaan we eventjes die andere gele Pikmin er even bij pakken. Jij staat hier nog met een paar blauwtjes. Gaan we even weer verzamelen en regroepen. Dit zijn eigenlijk een beetje de basics die we willen doen de eerste dag. Even een heel groot obstakel weghalen. Oké, daar hebben we de rest van de gele. En jullie hebben daar al wat meer blauwe meegenomen. Dan zullen we die ook even gelijk plukken. Er gaat dan één stuk door. Oké, split eventjes op in verschillende teams. Ik wil namelijk die gele 15 wil ik weer meenemen voor dat ene hek. En de andere blauwe die kunnen heel eventjes aan de hazards aan de andere kant gaan beginnen. Oké, nou deze gele, daar gaan we dus niet dezelfde fout maken als die we net maakten. Deze zetten we even gelijk hier neer. Oké, even fluiten. Nee, ik hou er niet van als de president in het water gaat vallen. Oh nee, maar die heeft een klein beetje schade zelfs opgenomen. Nou, het trucje hiervoor is om dus echt te richten op de brug. Dat je ze dus echt zeg maar richting de brug laat lopen, anders vallen ze zo het water in. En daarom hou ik niet van water, ik hou niet van water. Dus, Oké, nou die staat klaar. Jij blijft nog heel eventjes bij wachten. En wij nemen heel eventjes de overige blauwe en paarse mee. En te gaan kijken wat er dus nog aan de andere kant te vinden is. Zoals je ziet hebben we door die battles toch wel een beetje Pikmin los gehad. En hier zie ik iets wat onze blauwe heel eventjes kunnen doen. We hebben hier waterdappels. Dan gaan we heel eventjes wat Pikmin opgooien. Nee. Ja, ik gebruikte daar heel eventjes een paarse potion om even de leven van een Pikmin te redden. Ik bedoel, we zijn al een paar Pikmin kwijt en dan wil ik niet nog een keer om eromheen te hebben. Dus hoppakee, paas erop. Droppen ze ook gelijk nectar, dat is alleen maar handig. Dan wil ik deze weg even openen, maar omdat, ja, dat is toch wel erg handig om daar eventjes dan alvast de weg open te hebben. En dan kunnen we eventjes kijken of hier nog wat... Oh! Nee, niet ze achterna lopen. Gewoon killen die af. Oké, daar ligt er ook nog eentje. Nou, die gaat te dicht bij het water zitten, daar ga ik geen tijd aan verspillen. Daar heb ik weinig zin in. Oh, hi Sheergrubs! Of Flying Sheergrubs, of hoe dat jullie ook heten, kan mij. Weet niet. Oké, daar hebben we een Wollywalk, daar hebben we blauwe Pikmin voor nodig. Hier hebben we wat Dwarf Ball Butsen. Weet ik veel. Dwarf Ball Bones Body. Irritantjes. En dan zie je hier iets heel erg onmogelijks. Je ziet hier tot er dus zeg maar stroom zit. Daar hebben we dus ons gele Pikmin voor nodig.
En tot daarachter, daar ligt een treasure. Alleen, hoe komen wij daar? Nou, daar hebben we dus zeg maar weer die brug voor nodig. En volgens mij zijn de gele nu klaar op het moment. Ja, de gele die zijn klaar. Nou, dat is heel erg mooi, want dan kunnen we de gele even meenemen. Dit stuk is grotendeels ook klaar. Alleen het enige nadeel is, we kunnen de Pikmin nou hier niet kwijt. Ja, je kunt wel weer die brug gaan gebruiken, maar daar heb ik heel weinig zin in. Wat ik ga doen is eventjes denken. De paarse die wacht heel eventjes bij basis. Oh nee, maar die gaat heel eventjes de blauwe ophalen. Ja, zijn we er allemaal? Alle 19? Min 1 dus. Eentje staat er ergens achter om te niks doen. Moet hij weten. Ah, jullie zijn nog bezig. Goed, dan blijven we de gele heel eventjes hier. Ga ik heel eventjes naar die paarse zoeken. Ah, multitasking op zijn nummer 1. Oh, ik ben hier zo slecht in. Want er is dus een manier om dat water daar weg te halen. En dan wil ik heel even kijken, waar is die ene paarse dan gebleven? Daar hebben we alle paarse. Daar zijn alle blauwe bezig. Hebben we er daar wel 20? Nee, we hebben er 19. Dan mis ik toch echt een paarse ergens. Zit er in een basis gelopen dan of zo? Ik mis een paarse, jongens. Waar is hij? Geen Pikmin. Oh, daar. Nee, dat is hij ook niet. Dat is die gate. Dat is die paarse! Nou, het voordeel is wel als je dus een cave ingaat. Oh, daar staat nou eens nog een blauwe. Oké. Maar. Dan weet ik niet waar die blauwe, die paarse is. Hadden we 19 paarse bij ons dan? Volgens mij toch echt 20. Nou ja, daar komen we dadelijk wel op. Even kijken. Dan gaan wij even die ene blauwe even ophalen. En als die blauwe gate klaar is, dan kunnen we dus ervoor zorgen. Even kijken, waar zat die andere blauwe nou nog? Die zat in een grote veld, dat maakt niet eens zoveel uit. Goed, Olima, jij staat hier. Dus jij blijft eventjes hier staan. Dag is alweer bijna voorbij, zeg. Daar gaat het snel als je boven ons bezig bent, dat wel. Even kijken hoor. Waar is die blauwe? Die staat zeker hier iets proberen op te tillen. Ah, jij staat daar gewoon niks te doen. Nog erger. Oké. We hebben toch 2 treasures al gevonden. Dat is best wel gunstig. Meeste vijanden. Oh, die muur is klaar. Oké, Olimar. We hebben jou heel eventjes nodig. Jij neemt heel eventjes het blauwe team even mee. Want we willen dit toch nog heel eventjes klaar hebben. Deze dag. En aangezien dat de dag al bijna voorbij is. Wacht, wat ik hier nou nog... Ik vraag me echt af waar dit die paars heen is. Nou ja, maakt niet echt zoveel uit. Goed. We lopen even met ons blauwe dus even hier door het water heen, hè. Kapitein staat er wel veilig, dus we hoeven ons geen zorgen over te maken. En dan kunnen wij hier... Dit is ook toevallig ook nog eens een keer gelijk een cave. A large rock sits in a reservoir of water. May I interject here? Misschien. I have been observing the two of you working together. You have been cooperating well. Ah, dankjewel. Yet, to face the dangers ahead, you must be free of the shackles of a boss-worker relationship. Oftewel, hij is geen baas meer. Learn to use the... Oh, alsjeblieft zeg, nou nog een tutorial? Serieus, geen olie voor jou vanavond. Bekijk de geit maar mooi even. Goed, in ieder geval, als je dit dus openbreekt... Dan zie je dus dat er een cave is geopend. Maar dan valt ook gelijk hier al het water weg. Dit wil dus zeggen dat we hier ook alle kleuren Pikmin weer mee kunnen nemen. Dit is heel erg gunstig. Nou, die beestjes daar, die blijven gewoon lekker stuiteren. Lekker laten stuiteren, daar hebben we geen last van. Maar dat is niet de enige plek waar dat... Ik had het op 53. Oké, we moeten nou echt een Pikmin gaan verzamelen. Want ik mis volgens mij een heleboel Pikmin. Zoals je ziet, hier zijn nu ook alle, is al het water ook weg. Dus we kunnen de gele gewoon ook met ons meenemen. En ik mis er een paar. Dus we moeten nou echt eventjes alles gaan verzamelen. We hebben daar nog wel redelijk de tijd voor. Dus dit is echt eventjes het moment dat ik dat ga verzamelen. Omdat ik heb heel veel Pikmin gehad die... nu verspreide taken hadden. Waar is mijn andere kapitein? Die is hier. Die heeft 1 blauwe bij zich. Mooi. Die fluiten we eventjes samen hier naartoe. Dan gaan we naar de paarse.
Nou, dan zie ik toch echt 99. Ah, daar is 20. Weet je wat? We kunnen die cave alvast gedaan hebben. Gaan we doen. Even van blauw. We gaan gewoon weer de 20-strategie hier gebruiken. Dan gaan we gewoon richting die cave. Dus 20 blauwe, dus zat. 20 gele. Dat is ook zat. Dan wil ik 20 rode. Ja, ja, we kunnen nog makkelijk naar die cave, joh. En dan weten jullie welke we nog missen. Dat zijn de 20 witte. Dan weet ik dat er hier nog een andere cave is waar jullie enorm naar zitten te schreeuwen. Maar natuurlijk zou dat het leukste zijn als we die dus op het laatste gaan pakken. Dus neem alle 100 Pikmin mee. En ik vind het niet echt een dag waardig als we maar 2 treasures hebben gevonden. Dus op dat het moment dat we toch bijna op het einde van deze dag zitten, lijkt het me toch leuk om eventjes een heel Pikmin Square even mee te nemen. En toch nog eventjes naar een dungeon te gaan. Nou zitten we in deze aflevering, 15 minuten zitten we er nou op. Dus ik denk dat we wel eventjes de cave in kunnen lopen. La 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 la, we kunnen die Pikmin toch leuk zingen zeg. Oké, we hebben alle hazards hier. Vuur, water, stroom en poison. 14 treasures, dat krijg je nou te zien op het moment dat we, dat we 10.000 pokers hebben gehaald, kun je gelijk zien hoeveel treasures dat we moeten collecten. Maar ja, we hebben ook de treasure meter, dus dat zal ook nog eens een keer helpen. En dat ziet er niet uit als 100 Pikmin. Dat ziet er misschien uit als 75 of zo. Limitations. Maar goed, we hebben een enorme chunk van, de plek gehaald. En we gaan dus de shower room in, wat er dus uitziet als een badkamer. En dit is eigenlijk best wel een hele interessante dungeon. Maar die wil ik toch bewaren voor de volgende aflevering. Dus heb je vragen over deze aflevering of een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. En dan gaan we dus naar de shower room. Gezellig. Kom, laten we naar de douche gaan. Warm op die. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot morgen. Doei!